Ik ben werkzaam bij Sweco. Ik ben daar meer bepaald ingenieur, technicus en projectleider. In dagelijkse praktijk ben ik bezig met het ontwerpen van installatieconcepten. En de uitdaging ligt daar steeds meer op een toepassing van verschillende afgiftesystemen, lage temperatuur vooral. En ook verschillende systemen qua opwekking. Denk maar aan combinaties met warmtepompen. En die moeten ten eerste al samengepuzzeld worden op de correcte manier. En bovendien wordt de klant ook steeds kritischer. Dus hij verwacht ook dat de verschillende concepten op een objectieve manier eigenlijk met elkaar vergeleken worden. En ja, dat betekent zowel naar investeringen als energieverbruik. En dat is geen gemakkelijke oefening, dat is zelfs een heel complexe oefening. We hebben ook nog een bijkomende uitdaging. Dat is eigenlijk in onze ontwerppraktijk is er altijd het risico op conceptuele fouten. Vaak komen die er nu pas in uitvoering uit. Dat is natuurlijk een beetje al tijdig. Wij proberen dat intern op te lossen door met verschillende collega's over het hydraulisch concept te praten. En daarmee lossen we al veel op. Maar nu hebben we natuurlijk een tool ter beschikking die dat echt op een objectiveerbare manier kan doen. En bovendien nog communiceerbaar naar de klant met cijfergegevens. Wat ik momenteel als meest interessante pluspunten zie, is uiteraard het objectiveerbare. Je kan cijfermatig verschillende concepten naast elkaar doorrekenen. Tweede heel belangrijk punt is het principe van de hydraulische basisschakelingen en de systeemcheck daaraan gekoppeld, zodat je zeker weet dat wat er getekend is, dat dat hydraulisch correct is. En als derde is ook de heldere interface met duidelijk leesbare symbolen die eigenlijk voor alle partijen denk ik een leesbaar geheel geven, terwijl het toch een wildgroei van symbolen is in de praktijk.